Goedendag en welkom bij deze nieuwe video. In deze video deel ik met jullie 3 tips van onze ervaring in onze zoektocht om een nieuwe boot te kopen. Nu, deze video is eigenlijk voor een stuk specifiek gericht aan de dealers, omdat op deze manier hoop ik dat de meeste dealers een soort van idee hebben van hoe de ervaring is voor, in dit geval, de klant, hoe wij het ervaren hebben. En ik hoop dat jullie iets rijker zijn met die tips. Voor andere mensen die graag een boot willen kopen, kan het interessant zijn om deze tips eens te horen alvorens je een gaat nieuw kopen, zodanig dat je een idee hebt van wat er zo allemaal mogelijk is. De eerste tip waarover ik het ga hebben, dat is tip nummer 1. Zorg ervoor dat als u nieuw een boot verkoopt en u verkoopt specifieke boottypes, zorg er dan voor dat dat type boot te bezichtigen valt. Nu, wij begrijpen uiteraard dat niet alles, dat niet heel het gamma bij de dealer kan staan. Dat begrijpen wij. Maar zorg ervoor dat minstens 1 gelijkaardig vaartuig van hetzelfde merk, om het zo te zeggen, dat die daar is. Wij hebben in onze zoektocht meegemaakt dat bijvoorbeeld er bij een dealer die boot wou verkopen, dat type boot en de rest van dat gamma, om het zo te zeggen, al de gelijkaardige schepen, dat er geen enkel van in de showroom stond, om het zo te zeggen. En het lastigste was dat eigenlijk de enige dealer was van dat betreffende merk binnen België. Nu, wij hebben vooral onze zoektocht gedaan binnen België, om de heel simpele reden, dit was ons zoekgebied, we wouden ook niet te ver gaan rijden en we waren ervan overtuigd, kijk, laat ons eerst binnen België gaan zoeken en dan desnoods moest het nodig zijn naar het buitenland. Dus, zeer simpel, zorg ervoor, verkoopt u een specifiek type boot. Zorg dat het in de showroom staat dat type boot er is, want vaak een merk heeft niet veel verschillende type boten die zij nieuw verkopen elk jaar. Zorg dat er is, dus noods een model of 2 modellen, groter of kleiner, maakt niet uit, zolang dat wij als klant een idee kunnen hebben van hoe dat die boot er ongeveer uitziet, welk comfort dat het ongeveer kan geven. Dat is eigenlijk voor ons voldoende. Nu, het tweede over wat we gaan praten, dat is: let goed op met de opties die je niet kunt afvinken. Nu, wat bedoel je daarmee? Kijk, het probleem is, we hebben al ook een paar keer voorgehad dat we ergens komen en ik zal maar zeggen, de romp kost ongeveer, ik ga fictieve getallen noemen, om bijvoorbeeld de romp van het vaartuig kost 20.000 euro. Ik kan zeggen, dat is weinig, oké. Maar dan begint alles erbij te komen. Hè. De motor, dat is normaal, dat betaal je apart. Maar dan, alles begint erbij te komen. En dan kom je aan de optielijst. Hè. Dus je hebt de romp en dan krijg je de optielijst. Maar dan is er iets zeer lastig aan die optielijst. Plots krijg je op die optielijst, zijn er opties aangevinkt. En het eerste dat jij dan vraagt, dat is: meneer, wat zijn deze opties? Ah, sorry meneer, maar dat zijn opties die u niet kunt afvinken. Dat vinden wij raar. En over wat gaat dat dan? Klaarmaken van de boot, motor erop zetten. En dat zijn geen goedkope prijzen. Dat gaat over 700 à 1000 euro. En ook bijvoorbeeld transport van de fabrikant naar de dealer. Ineens 3000 euro. Dat zijn redelijk grote bedragen. Maar dan stel ik mij de vraag van oké, kijk, ik moet dit als klant niet weten. Oké, want dan stel ik mij ook de vraag van kijk, kunnen wij dat afvinken? Kunnen wij bijvoorbeeld zelf transport regelen? Ik zeg niet dat wij dat gaan doen, maar het lijkt alsof die optie er is. Ah nee, dat gaat niet, enzovoort. Maar waarom zet je dat er dan op? Zeg dan meteen bijvoorbeeld, voeg dat bedrag toe bij
het bedrag van de boot zelf, van de romp, zodanig dat dat één groot bedrag wordt. Ik kan je garanderen, daar doe je je naam als dealer geen eer mee aan. Dus daarom zorg ervoor, probeer die hoeveelheid te beperken. Probeer optielijsten, opties die je niet kunt afvinken, bijvoorbeeld klaarmaken van de boot, motor opzetten, probeer die bij de kosten van de motor of bij de kosten van de romp erop te zetten, want mij als koper van een nieuwe boot, mij interesseert dat niet. Ik ben enkel geïnteresseerd in het totaalbedrag. Wanneer ik een nieuwe boot koop, ik weet dat het niet goedkoop gaat zijn. Dus voor mij, al die enkele kosten, dat is heel interessant als mensen daar specifiek achter vragen. Kunt u perfect doen, maar probeer die niet standaard mee op zo'n offerte of een verkoopscontract te zetten. Probeer dat te vermijden. En enkel de opties die ertoe doen, die u zelf kunt kiezen, hou die er dan op. En het derde en misschien wel de belangrijkste tip die ik iedereen graag wil meegeven, en zeker de dealers, dat is: doe moeite. En communiceer duidelijk. Kijk, als u aan ons geen boot wil verkopen, zeg dan: wij wensen aan u geen boot te verkopen. Dat is ons doel niet. Onze core business is bijvoorbeeld onderhoudjes doen op motoren en op boten. Zeg dat dan. Communiceer daar duidelijk over. Wij wisten niet dat dit nog het geval was anno 2020. Dat eigenlijk merknamen geen zin hadden om dure boten te gaan verkopen aan mensen. Dus dit was een zeer rare ervaring, maar het is gebeurd. Communiceer er duidelijk over. Wij wensen geen boot te verkopen. Ik bedoel er alleen maar mee. Als u toch wenst boten te verkopen, en zeker als u een goede merknaam bent, zorg er dan voor dat u moeite doet om die boot verkocht te krijgen. Wij wensen geen offerte te ontvangen of geen factuur te ontvangen van iemand anders dat bij u een boot gekocht heeft. Nee, stel voor ons een offerte op met de opties die wij wensen. Want zo'n boot, dat kost veel geld. En aan de hand van welke optie je meer of minder neemt, dan gaat de prijs enorm snel de hoogte instijgen of gaat die iets lager zijn. Dus het is zeer belangrijk, een boot is een luxe product. Het is zeer belangrijk dat u daar moeite voor doet om dat verkocht te krijgen. Want anders, in 9 van de 10 gevallen, bij u gaan we dan geen boot kopen. Nu, bedankt voor het kijken. Vonden jullie dit een toffe video? Like deze video en abonneer. Dan blijven jullie op de hoogte van de laatste nieuwe video's. Nu, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een beetje wijzer geworden zijn en dat ik jullie een beetje heb kunnen helpen. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.